Goedemiddag, ik ben er de uitzending. Ja, goeiedag, met Prakash. Prakash, ga je gang. Anand, ik ben 100% niet eens met jou. Oké. Okay. Waarom niet, Prakash? De VAP, je bent geen VAP'er. De VAP is van Jagannath Lajman. En hij heeft een verbroederingspolitiek aangegaan, die in moeilijke tijden ook Suriname een bijdrage heeft geleverd. En als de VAP die verraad pleegt om alleen te gaan, dan ben je een grote verrader. Jij bent de grootste gelukzoeker. En als je op de radio praat, je bent niet op het podium. Praat rustig. Bij Joost Abdullah Khan mag je zo praten. Je praat heel rustig daar. Nooit je soukwans aan niet. Taan rustig. Punt is. De VHP in opdracht van Prakash. Met 8 zetels. Plus 26 gaat in het parlement het president kiezen. En daarna gaat de grootste democraat zich neerleggen. Bij de formatie van de regering gaat Robbie Makka directeur worden van belastingkantoor. Dat is één. We gaan alleen maar underdog posities nemen. En we gaan de regering kritisch begeleiden. De regering met 26 zetels is niet meer te vallen. De amnestiewet kan niet doorgedraaid worden. Het is een stabiele regering. En hou rekening. De C7 is een combinatie. Als iemand overloopt, kan je niet terugroepen. Kijk naar de vorige regering. De BEP heeft getracht. Daarom is de NDP alleen gegaan. Heeft een terugroeprecht. Niemand gaat kunnen overlopen. Iedereen gaat worden terug. Het is een zeer stabiele regering. We hebben gedroomd. En Juno McBarbari, Sukuwansani, maar kunnen we qua show ja biggie politiek analist. Ja, oké. Okay. Maar nu moet ik wel inkomen op Prakash. Ja, want... laat maar luisteren, ja. Nee, hoef niet te luisteren. Ik ga gewoon wat zeggen. Meneer Ramjilal is niet hier uit zichzelf gekomen. Ik heb hem gevraagd. Uitgenodigd, dus ja, ik denk dat hij iets zoekt. Want als ik hem niet had gebeld, was hij niet hier, toch? Ja, ik ga me respect tonen. Maar punt is, kijk, de realiteit blijft de realiteit. Toch? Nu moeten we gaan naar de eerste vergadering van de assemblee. Mm-hmm. Waarbij de president... De leden worden geïnstalleerd. En de voorzitter wordt gekozen. Ja. En dan gaan we de tweede ronde. Waar de president... No sin miga fefe, moni no de. Oké, abon. Dankjewel. Laat hij zijn goede vrienden adviseren. Van VAP, 8 zetels of 9. Mm-hmm. Is genoeg. Oké. Okay. Genoeg, de ronde door die 8. Daarna gaan we praten, omdat assembleeleden worden niet opgesloten, toch? Abon Prakash, dankjewel. Weer op de tijd. Anand. Mooi reageer. 1. Meneer Prakash, ik praat hier als een burger. Misschien is het u niet bekend, maar ik heb bedankt als lid van de VAP. En in mijn inleiding heb ik duidelijk gesteld dat ik als burger praat. 1. 2. Nog een tijd dat de VHP van Lajman is geweest. Nog een tijd dat hij met zijn verbroedings... Weet je wat de achterliggende gedachte, de wetenschappelijke filosofie van de verbroedingspolitiek van Welin Jagannath Lajman is geweest? Is niet wat wij denken dat we like Brother Nassa moeten optrekken. Was surviven van Welin Jagannath Lajman. Gaat u na zijn testament. Daar komt u contact naar mij over verbroedingspolitiek. Was alleen maar om te surviven, om alleen maar een deel van de regering uit te maken. Dat was de verbroederingspolitiek. Als hij zijn politiek een andere naam had gegeven, zouden wij in een andere situatie zijn beland. En Futakasan van Beb moeten uithalen. Omdat men de wetten niet op een correcte manier heeft toegepast. Golukken uw wet door de groep recht. Op een gegeven moment, toen Beb is uitgestapt, had in feite de hoogste autoriteit binnen een combinatie toen... had in feite de hele zaak moeten terugroepen. Men heeft de wetten, zoals die daar zijn, afgekondigd. Terwijl we wel weten dus dat die wet terugroeprecht een papieren tijger is. Maar had men naar letter en geest van die wet terugroeprecht toegepast, dan hadden we heel wat zaken kunnen voorkomen. Oké, okay, terug naar de beller. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Hallo. Hallo. Ja, goedemiddag. Ja, even mijn radio iets lager zetten. Mm-hmm. En dat is de stem van... De stem van Hillary. Hillary, Suriname, buitenland? Nee, in Suriname. Oké, okay, Hillary, ga je gang. Ja, ik ben het volkomen eens met een, die meneer die in de studio zit. Meneer Anand? Ja, en ook met Robert. Want weet je waarom ik dat ook zeg?
Ze zijn samen in V7-verband gegaan. Alleen maar om ervoor te zorgen dat mocht de NDP toch een bepaald aantal zetels halen, via de VVV er geen president, en met name president Boutersen, gekozen kan worden. Dus ze mogen rustig daar zitten. Ja, toch? Ja. En er wordt dan gewoon met die andere partners gewerkt. Ja. Ja, toch, want als je een valkuil wil gemaakt hebt voor die man, voor de president, voor president Boutersen, en het is nou mislukt, val er dan zelf in. Precies. Zo. Ja. Harde vrouw. Nee, harde taal. Korte met harde taal. Precies, hoe is dat? Oké, goed, dankjewel. Oké. Hillary zegt korte met de harde taal. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Goedemiddag, met Grazita. Grazita, ga je gang. Ik vind wel dat Telg die uitspraak mag doen. Telg mag. Hij mag. Zijn goed vinden, toch? Hij zegt op basis daarvan willen we niet samenwerken met Boutersen. Er zijn toch ook genoeg NDP'ers die zeggen dat ze gewoon niet lusten. Telg lust om dingen niet alleen, hoop ik. Dat is het standpunt is van de NPS. We gaan straks, dan kom je luisteren, toch? Ja, want als dit niet het standpunt is van NPS, dan brengt Telg NPS in verlegenheid. Maar stel dat NPS uit de V7 wil stappen om samen te werken met de NDP. Met welk gezicht kan Rusland dat nou vertellen? Want als je goed luistert, dan lijkt Telg me kroonprins te zijn van NPS. Mm. Of laat me zeggen, van Rusland, laat me dat zo zeggen. Of nee, laat me dat niet zo zeggen hoor. Ja, hij heeft advies gegeven, dus men gaat ervan uit dat hij hem graag, dat Rusland Telg graag wil hebben. Dan is, ik hoop dat dat het standpunt is van NPS. Want dan is het, ja, NPS kon je verlegenheid als mocht het zijn. NPS toch nog wil samenwerken. Maar je mag het zeggen, alles. Maar mag dat zeggen, hoor. Alleen moet je weten dat wat je zegt, dat zo is. Aboom, fijne dag. Oké, dankjewel. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ja, middag. Ik spreek met Saskia. Saskia? Ja. Ik weet niet hoe die heer heet, maar die uitspraak gedaan heeft van de VFD. Ik wou hem even zeggen. Van... Welke, die meneer die hier bij mij zit? Nee, in de krant. Yogi, no? Meneer Yogi, ja. Huh? Ja. Kijk, als je een voetbalteam hebt en je samen gaat spelen, we winnen samen en we verliezen samen. Toch? Je gaat nu niet de vinger gaan wijzen op anderen van, kijk, je hebt niet gescoord of... Jij hebt ons laten verliezen. We winnen samen en we verliezen samen. Dus ik vind het gewoon een lage streep. Dat hij nu gaat zitten praten. En de vinger gaat wijzen van kijk. We hadden meer verwacht van jou. Of we hadden meer verwacht van die. Om jou hebben we niet genoeg zetels en dergelijke. Toch? We hebben niet met kleine kinderen te doen. En daar zit ik me ook af te vragen van. Als deze mensen dan daar gaan zitten om dit land te besturen. Wat gaan we krijgen? Begrijp je? Dus. Ik weet niet waarom ze die uitspraken moeten doen. En die manier die je daarbij hebt, deels ben ik wel eens met hem, deels niet. Als die mensen een hertelling willen, als alles eerlijk geschied is, nou geef ze een hertelling. Dan zien we dat alles correct is. Precies, toch? Dus dat wil ik alleen maar zeggen. En dat andere deel, je bent met dat andere deel wel eens? Ja, met dat andere deel is het wel eens. Die gewonnen is, die gaat zitten. Oppositie, coalitie, waar je moet zijn, daar ga je zijn. Dat we besturen het land samen. Het maakt niet uit waar je bent. Stel dat de oppositie verkeerd gaat of de coalitie verkeerd gaat, zijn we toch beide daar om alles recht te trekken. Wat maakt het nou uit? Dat. Oké, dankjewel. Ik wil alleen maar opmerken dat de uitspraken of datgene wat in de krant staat namens meneer Yogi, dat zie je duidelijk wat de ware aard van die persoon is. En je kunt pas een hertelling eisen nadat de telling heeft plaatsgevonden. De telling is nog niet formeel afgehandeld. Hoe kan je dan nu een hertelling vragen? Dus je moet even rustig wachten als de telling daar is en je bent het niet mee eens met datgene wat jij zelf uit het veld hebt kunnen vaststellen, middels jouw waarnemers, je politieke vertegenwoordigers, dan pas kun je een hertelling opeisen. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Ja, goedemiddag meneer Limbo. Goedemiddag. Ja, Karin Morgenstern. Karin Morgenstern. Ik ga kort en zakelijk zijn hoor. Kort en zakelijk. Ja, president heeft gezegd. Ik kost die biggies mafko, biggie bakka. Maar dat is niet. Niet veel gesproken, kort met de harde taal. Punt. Zo. En Telg heeft voor zeer
Maar eigenlijk kan maar letten, want Amma vindt dat ik kan Amma nee, dus hij wil wel reageren. Wie, ik bel je zo hoor. Alleen is het de vraag als we een vrije lijn hier krijgen. Het is 16 over, over 3. Geef me even een vrije lijn en dan ik moet nog Kobi laten horen, dames en heren. Die dus, Kobi tak wel opmerkelijk zijn niet eigenlijk. Kobi tak eigenlijk de mannen bij wat Archie. Want afveld nog wel los daar hier visie voor combinatie. Mensen mag ik een vrije lijn, anders wil ik nog bellen man. En ik kom straks aan de beurt, maar jullie zijn verwend vandaag hoor. AUB, 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 even, één vrije lijn maar. Biggie, biggie. Met Bejuno. Met Bejuno. Kom nou, AIB. Sa. Oké, dan. Dat die botaki, jullie zeggen, jullie. Oh nee, toch niet. Agenslijk moet veranderen, jongen. Ramjaar. Dat is maar niet bellen. Met Bejuno. Huh? Is een verzoek. Jullie brengen mijn verliegenheid vandaag, man. Ik heb geen grip meer op jullie. Hallo? Hallo? Normaal, je bent Jim Shanty, hè, man. Laat me kijken, hoor. Maar mi sap tak... Mi sabi taki... Even. Nee, als u blijft bellen, kan ik die meneer helaas niet bellen hoor, helaas. Goedemiddag, u bent er uitzending. Ja, dag Limbo. Jullie werken niet mee vandaag, man. Ja, ik wil werken. Ik zou wel langer mee proberen, ik bellen, Limbo. Ja, maar ik bellen maar even snel dan. Ja, maar waarom niet? Als je niet wat takken, waarom niet, normaal? Ik weet niet hoor, maar VHP moet zich schamen om met meneer Bouter te werken. En als meneer Bouter zou roken, dan gaat hij maar dit hier. Dat. Alladies, maar is er aan de OCMG NDP, maar een brief niet van mij tegen. Beter ik hoor ook aan Abob. Dat had ik te zeggen. Dank u wel. Oké, dank u wel. Was wie vindt wat olojaren? Helaas. Goedemiddag. Hallo. Ja, goedemiddag met Ligia. Ja. Ja, ik wil Kobi niet horen. Luister nou. Ik ga je zeggen. We gaan Kobi wel afdraaien, toch? Oh, je mag alleen luisteren, want die analyse heb ik al lang gemaakt dat we weten dat ze samen alleen moesten gaan. Luister nou, die analyse van die meneer die daar zit, heeft gelijk. Kijk, die mannen hebben zich geregistreerd als C7, toch? Mm-hmm. Dus je kan niet zeggen nu, na de verkiezing, dat je ook go als VAP of NPS, toch? Dus dat naar juridische aspect. En ik ga je zeggen, ik heb over nagedacht, ik hoop niet dat NDP kon roken naar een V7. Die mannen hebben ons internationaal te schande gezet. Met die boeven, met die corrupten, met die drugs, met die Al-Qaeda, naar Taliban, aan alle smerigheid. Hezbollah. Alle smerigheid. Op tv van Nederland, Noordzee. Ik hier even van Toki en beledigd Mikondre. Naar mijn president. Naar Unuja. Normaal, heffen hard. Maar moet ik tegen NDP aan of zo'n muur op het drangen. En moet tegen den, als den go roken, dan naar die man die zie. Doorbroken NDP. Mij op wat voorstel, Luku, als den tek palu baka, toch? Nou, ik weet niet wat ik want ik weet niet wat ik doe, want president, want ik heb een norm en waarde, want de mij nabar alles op z'n niet. Dan me ik me af of de maar eerlijk dat ik wil roken, dan ga ik de bakken. Of anders heeft het probleem ook iets dadelijk.
dan me vindt dat ik abop, ik kan teken. Maar, me begrijpt dat de mama doet aan tras aan hem, maar luk u boon voor u go, u denkt dat u angos doen direct. Dat wordt tekst gezegd van me baro nu. En u had me, me teken, u had me, want me nagap apartij. En me... Oeps. Ima Lembo, in principe... Mag ik even reageren, Lembo? Ja. In principe heeft de partij die nu de verkiezingen gewonnen heeft, toch? Mm. Die zijn alleen, die is alleen in staat, toch? Te regeren. Mm. Want hoe je draait of keert, als in twee ronden, nog afgezien van Aher item about gekwalificeerde meerderheid, ik heb natuurlijk mijn eigen stelling, maar in die twee ronden als de president niet gekozen wordt, wordt hij in de VVV toch gekozen. Dus die man kan zijn regering gaan vormen en regeren. En hij kan dus bogen op een meerderheid. Hoewel misschien een smalle, maar het is mogelijk. Dus je hebt in feite nu niemand nodig om alleen maar vanwege het feit takje dat je in de eerste ronde of in de tweede ronde de president in de assemblee wil kiezen. Mm. Oké. Okay. Goedemiddag, ik ben in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ja, tot wie? Otto. Otto, ga je gang? Luister maar. De NDP heeft een meerderheid. Dat was voor een spook. Gaat het verleden worden? NDP moet alleen een regering vormen. Alle ministers moeten van de NEC zijn. We hebben genoeg capabele Hindustanen, Javanen, Chinezen, Indianen. We hebben van alles de NEC. NEC moet alleen een regering vormen. Wie ons wil joinen, je bent welkom. Maar Boutersen moet de president worden. De vicepresident is al bekend. En we gaan voor één keer... nog hoeveel miljoen uitgeven, maar het moet een NDP-regering worden. Dat willen we. That's all. Oké, dankjewel. Amari Taki, het moet een NDP-regering... Ja, hij heeft duidelijk taal gesproken en dat is in feite volkssoevereiniteit. Daarbij moet je je neerleggen. Het volk heeft gesproken en het volk wil dat hebben. Ook ba. Ja. Goedemiddag, meneer Juno. Meneer Lembo. Ja, goedemiddag. Ja, met Sarah. Sarah, hoe gaat het? Goed hoor, met u. Goed. Een trotse NDP'er. Ja, Sarah, ga je gang. Ja, ik ben het helemaal eens met meneer Anang. Omdat ik vind van, als meneer Santoki een aantal zetels had behaald, dat hij niet zou werken met de NDP. Helemaal niet. Nee, dus hij is in een combinatie gegaan alleen om Boutersen te verslaan. En dan wil hij nu met mijn president werken. Echt niet. Dat is mijn mening. Oké, dankjewel, Sarah. Oud, Ivan. Meneer Lembo, goedemiddag. Ja. Ik praat met Yvette. Sarah's moeder. Ja. Ik zeg één ding, de regering mag nu zijn president kiezen, vice-president DNA en dan gaan we verder. We hebben de meerderheid en elke ministerie is van NDP, want we hebben 17 ministeries en allemaal worden van NDP. Om verder te gaan in DNA zullen we kijken wie zit in de coalitie en in de oppositie. Maar met V7 absoluut niet. Ik heb op een stembureau gewerkt, er is veel gediscrimineerd. De NDP'ers hadden geen voorkeur, ze mochten geen mensen meenemen om te stemmen, ook al beefde de persoon zo geweldig. Gezondheid, men heeft helemaal geen rekening met gezondheid gehouden. Ze hebben zelf OKB voor me gebeld. Ik was neutraal daar, maar ik ben in opstand gekomen en dat is niet ten goede gekomen bezig. Er is heel veel gebeurd, heel veel. We hebben stemmen verloren dankzij deze regering, dankzij deze V7. Dus ze mogen rustig blijven waar ze zijn. Dank je wel. Oké, dankjewel. Ja. Ivor. Hallo. Hallo, I Lembo. Ja. Bina altijd mijn Arkiara. Ja. Arkiara voor het eerst mobiel. Oh ja? Zij rekent ze. Lembo. Ja, mijn Arki. PC van Tarustuk drapen paarden. Ja?
ABOP moest combineren voor ons degene de Santa Mambetaki. Zo. En na lekwa misika babetaki. Amang, zo. Be wantaki amawana meerderheid voor forum a regering. We na dat afvolg arki afvolg bidemang. Dus na dat afvolg wani. Mek de mangwa PVP. Mek de malukuden tori drape. Mek NDP won forum a regering. Dat me be wantaki. Oké, okay, dankjewel. Dat is dat ook duidelijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, dat mevrouw McDonald. Mevrouw McDonald, goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja. Pade omdat je beroerte aanval, no? Met bedoelingen. Laat je even in de lucht blijven zweven. Wat zei je van Umbert? Wat is er met hem aan de hand? Pade omdat ik is beroerte, no? En daardoor is hij meestre. Hoe rustig jij mee? Bedoel, laat je even blijven zweven in de lucht. Anders niet, alsjeblieft. Oké. Okay. En dan jullie hebben iemand bel, heb ik iemand in de uitzending. Goedemiddag. Of toch niet? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mijn mening is dat de NDP... Wat is uw naam? Meneer Leter. Meneer Leter, gaat u gang. Ja, mijn mening is dat de NDP alleen de regering moet vormen. En dat de oppositie die nu zit, zeg maar dat zij gewoon de meerderheid geven dat ze voor de president, zoals de vicepresident stemmen. En dat ze hun mond dicht houden. En dat ze dan verder gaan als oppositie om dit land te kunnen leiden als oppositie in de banken. En als ze behoorlijke mensen zijn, goede mensen, dan zullen ze zich gedragen als volwassene mannen. Dat is mijn mening. De regering moet gewoon gevormd worden door de NDP. De bevolking heeft daarvoor gekozen. En dat was het. Oké, okay, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, ik ben in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Alden. Alden Pinas. Ah, ik leef goed zin. Brandweertapper. maar ook die brandweertapper heeft een mening natuurlijk, hè? Ja, logisch hoor. Ik vind het volk heeft gekozen voor de NDP. Ja. Kort voor de uitslag, zei meneer Sarjo nog via de media... Dat hij trots is op zichzelf. Welke Sarjo, meneer? Van de VAP. De ex-voorzitter? Ex-voorzitter, ja. Ja, Ram. Ja, dat hij trots is op zichzelf, de keuze die hij heeft gemaakt. Om in het verleden toen Boudewijn had gevraagd om samen te werken. Zei van hij wil, hij kan werken, maar niet met Boudewijn als president. Mm-hmm. Dus die mensen lusten Boudewijn onder geen beding. Ik ga je zeggen, als de NDP samenwerkt met VAP. Gaan ze problemen hebben met uw achterban. Al gaat het doorgaan... De NDP bedoel je? De NDP, ja. Mm-hmm. Bij de eerstvolgende verkiezing gaan ze zeker weer de zetels verliezen. Want de achterban lust ook de VAP niet. Dus ik zeg, liever werken we dan gewoon met ABAP verder. Dan ze werken met de VAP, hoor. Ik zie het niet in zitten met zo. Ze lusten ons niet. Sowieso. Ja, ja. Maar hoor ik het goed? Ik hoor je praten over ons. Ja, dus... ja, persoonlijke volle woorden. Maar mina ga je zappen, maar zo weet ik. Ja, dus ik bedoel dit NDP, hoor. De NDP is... Nee, maar je snapt me toch geleerd. Ja, ja, ja. Ik zeg liever geen VAP. En ga je zeggen, als ze niet met... Kijk nou, VAP zijn toch even de opdracht gehad om koste wat kost in de coalitie te komen. Maar het is hem niet gelukt. Ja. En als Boudewijn niet samen met ze werkt, VAP, niemand van mijn aanklif, VAP in Brokko. Er gaan delen uit de VAP gaan, die naar de NDP gaan om te werken. Waarom? Die mannen hebben graafmachines in de garage. Ze hebben uitgaven gedaan, ze zitten in schulden. Dus ze moeten geld verdienen, ze willen OW hebben. Ja. Zo alleen komen ze uit de problemen. Dus wat Boudewijn moet doen, niet samenwerken met ze. Volgende verkiezing worden hun 8 zetels 4. Chan Ekong. Met Chanko, je wacht aan man. Album Cliff. Oké, dankjewel. Chanko, ik zie jullie dromen in mijn ogen. Ja. Goedemiddag, bij de huis. Limbo. Ja. Ik praat met Shamara. Shamara. Luister. Mm-hmm. De NDP
moet niet werken met Santokie, nog met ABOP. We moeten de NPS lichten uit 4-7. We werken met Palu en Doe. Weet u waarom? Mensen moeten leren weten wat ze zeggen met hun mond. De ABOP is een kleine groep die moet gaan leren. Santo VHP moet kapot gaan en opnieuw beginnen. Dan pas gaan we een goede regering hebben. En onze president moet weten, God geeft je macht om te regeren. Hij heeft geregeerd de eerste keer, heeft hij de tweede keer gehad. Hij gaat weer regeren met positieve mensen en positieve energie. Hij moet goed nadenken wat hij gaat doen. Oké. Okay. Iman, dankjewel. Anand, iemand schrijft hier, als je op... Ja, maar dat weet ik wat iemand gaat zeggen. Dat zijn geen VIP's, dat zijn V7's. Dat is het antwoord. Maar ik zou daar reageren op wat hier staat op het scherm van Limbo. Als we dus op het aantal zetels letten. NDP 26, VIP 8, samen 34, dat afvolle kwani. Samen optellen, 34 president kiezen, klaar, verder gaan. Maar omdat de VHP deel uitmaakt van de combinatie, kun je niet zeggen het zijn VHP 8 zetels. Het zijn combinatiezetels. Ook niet VHP'ers, NPS'ers, PL'ers of anderen hebben gestemd, waardoor toevalligerwijs de VHP-kandidaat op die lijst gekozen is geworden. Waardoor ze 8 hebben. Ja toch, waardoor ze 8 hebben. Maar het zijn geen VHP-zetels. VHP heeft 0, omdat de VHP niet zelfstandig de verkiezing is ingegaan. Nogmaals, het zijn combinatiezetels. Dus eigenlijk heeft NDP-zetels. NDP heeft zetels, ja. Doe heeft een zetel. Doe heeft een zetel. Ja. Palu heeft een zetel. Alle anderen zijn combinatiezetels. Ja, oké. Okay. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Eens met Anand, tot wie? Ik spreek tot Tony. Tony, ben je het eens met Anand? Helemaal niet. Waarom niet? En kijk, wat ik zelf persoonlijk vind, NDP heeft meerdere zetels. Zij moeten niet met THP werken, want wat deze mensen hebben gedaan en gezegd, laat ze terugkijken naar Surland, wat THP met Surland gedaan heeft. Toch willen ze terugkomen, ze schelden maar uit, hier Jacinth erbij, plus willen ze werken met NDP. Ik als een NDP'er vind dat NDP alleen moet gaan werken, met die andere kleine partijen, zo niet, moeten ze naar de VVD. Je bent niet bang voor VVV? Nee. Want ik lees hier in de krant, zo mijn hart jullie zegt, in Dagblad Suriname, Pasarees Tapo zegt sommige van, V7 heeft meer RR-leden dan NDP. Ja, dat wordt gezegd door sommige, maar wij als NDP, wij zijn niet bij NDP, staat sterk en de volk wil NDP, de volk wil V7 niet. En dat zien ze zelf ook, dus willen ze nu samen gaan werken. Dat ze nu een grote schulden willen ze samen komen werken. Dus beter blijft VVP waar ze zijn. Oké, dankjewel. Anand, dankjewel. Zij denken dat ik de eens aan mij. Want ik heb niks anders gezegd dan datgene wat jij gezegd hebt. Soevereine wil is daar, volkswil is daar. En de partij die de verkiezing heeft gewonnen, die is in staat, wordt in staat geacht om een regering te gaan vormen. En ik heb ook duidelijk gezegd, ze worden toch in de VVV, worden persoon Bouters gekozen als president. Ik heb niet gezegd dat de NDP moet gaan samenwerken met de VVP. Ik heb alleen gezegd, met welk gezicht ga je nu de persoon Bouterse vragen om samen te werken? Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, Bakanatori, Kalinyariwa, Wetsanti. Ja, Wetsanti, zomaar in? Kalinyariwa, Wetsanti. Kalinyariwa, Wetsanti, we Archibrada. Ja, VHP moet niet met NDP werken, samenwerken. Maar de president heeft gezegd, eerste termijn, van hij wil met alle Surinamers samenwerken. Ja. De Hindustanen, hoe dan ook, VHP. Die hebben de know-how, ze hebben kennis, ze zijn rijk, zij draaien de handel hier. Hè? Dus waarom zouden ze dat niet kunnen aansluiten? Daar is know-how, daar is potentie van alles. Dus, ik bedoel, ABOP is er wel, maar ABOP, die moeten net wat die mevrouw gezegd heeft, ze moeten nog leren. Want ja, ze schrimmen wel wat, maar hebben ze visie? Hebben ze iets ontwikkeld? Nee toch? Terwijl, zeg maar, de Hindustanse groep, die hebben ervaring in de politiek.
Ze hebben know-how, ze hebben geld, noem maar wat. Maar als ik de naam Ashwin Adin hoor, of zeg, opnoem, ja? Dat is niet iemand die in de VAP zit, toch?